Absoluut gefeliciteerd. Die medespelers zagen nooit doelpunt. Wat een streep. Nou, dat viel volgens mij wel met. Maar van die afstand kan ik ze wel eens goed raken. Al moet ik zeggen dat ik hem nu niet echt lekker raakte. Maar mede door een voet van de tegenstander. Je geeft er een hanger ook erin. En dat is wel lekker. Ja, dus wel de specialist in het elftal? Nou, dat niet. Ik normaal redelijk te vrije trappen vanaf de linkerkant. En op afstand kan ik hem ook wel eens goed raken. En goed, dat is iets van de uitloontje zich. Ja. Wordt het nuttig? Ja. Met 0-2? Ja, zeker. Ik zeg net al, we hebben twee goede tegenstanders gehad met Witte Roos en Venlose Boys. En ik denk dat Limburg een beetje gelijkwaardig aan ons is. En tegen die ploegen moeten we de puntje gaan pakken. En die worden zeker welkom naar twee verliespunten. Het zou nog hoger kunnen uitvallen, zeker in de tweede helft. Hè, heb je kansen gehad? Ja, ik moet zeggen, de eerste helft is ook wel redelijk het kansjes gehad. Maar twee dikke kansen en die gewoon net niet erin. En angst en trekt ze hem gewoon eerder over de streep. En dan voetbalt zich het relaxer de wedstrijd uit. En nu wordt het de laatste minuut spannend. Ja, dat was een geweldige actie aan de linkerkant. Bijna voor assist. Ja, dat was een lekkere actie. Alleen daar kwam ook een dikke kans uit. En helaas, maar dat is wel lekker. Verloren vanochtend vanmiddag voor de wedstrijd even met de familie Hofland. Hun zoon, kleinzoon, debuteerde. Wie zou de familie Linssen reageren in den landen? Ja, ik zag inderdaad Kevin voor de wedstrijd langs de lijn staan. En met omroep huurde ik dat Hofland. Ik denk dat is zijn zoon. Ja, en we hebben met de familie Linssen natuurlijk ook mannen van de club. En ik moet zeggen, Brian, ik heb hem ook aan toe kijken. Twee weken geleden was nog hier. En het is wel leuk als even hem kijken altijd. Even zijn gezicht laten zien bij de club. En dat uit wat gaat met iedereen, denk ik. Ja, zeker. En dit doelpunt geeft de familie rond, hè? Ja, dat wordt een hoogtepunt in de familie, ja, absoluut. Goed zo, dankjewel.